Het ongeluk heeft diepe indruk gemaakt op de familie Tuin. Op 7 november ging het helemaal mis toen Eva reed op de Drechtmeerweg in Huizen en uitgleed over de dikke kleisporen achtergelaten door tractoren. Mijn auto is gaan draaien, is nog op Schoneweghelft terecht gekomen... en is toen weer teruggekomen in dat spoor. En toen die boom. En toen? Ja, schrikken natuurlijk. En uh, achter je kijken en zien dat je kindje uh, voorovergebogen in zijn stoeltje zit, bloedend. Haar tweejarig zoontje Rohan werd zwaargewond opgenomen in het AMC in Amsterdam en moest vechten voor zijn leven. Je lijkt niet heel erg rustig, maar. Ja, inwendig kook ik, uiteraard. Want het gaat om de zorg van je kindje. En ja, hij heeft zoveel verwondingen opgelopen en we hebben zoveel angst gehad ook daarvoor. Ja, en ja, hij gaat van de beademing af. Hoe komt hij daaruit? Uh, wordt hij überhaupt nog wakker? Zijn ogen zaten helemaal dicht. Um, Gaat hij ons überhaupt nog zien? Is er wat aan de hand met zijn ogen? Kan hij nog lopen straks? Dat wij uit het ziekenhuis kwamen, praatte hij niet. Uh, kon hij nog niet goed lopen? Nog niet zelfstandig lopen? Ja, je maakt je hartstikke veel zorgen. Naar omstandigheden gaat het redelijk met dat jongetje. Toen een week later op dezelfde weg door de modder opnieuw een ongeluk gebeurde, was de maat vol voor Eva en haar man. Dit had toch niet hoeven gebeuren, zeker omdat het elk jaar uh, voorkomt. Nee, nu heel erg. Er is zelfs een dodelijk ongeval gebeurd op die weg. Hoe lang moet dit nog doorgaan? De gemeente Schagen zegt maatregelen te hebben genomen. De ouders van Roan denken nu... mijn kind in dit geval is minder waard dan de agrarische belangen. Dat is absoluut niet waar. Of de, uh, nee, zo wordt er zeker uh, binnen de gemeente niet gedacht. Uh, Begrijpt u dat zij er zo over denken? Um, dat is... Ik begrijp dat... Uh, als we dat zo op hun overlaten komen, dan doen we dat niet goed... en dan ga ik dat verbeteren. Want dat is absoluut niet het geval.